Ja, nou, hij staat nu aan. En Maarten, die gaat een webcam installeren bij de poelenpataten, waar we al veel over hebben verteld. Ik schijn even bij met een zaklantaarn, want we staan nu in het kippenhok. En inmiddels hebben we dus 8 poelenpataatjes zijn geboren. Gaan we dadelijk zien, Maarten. Ja. En dat ding heeft ook in de kerk gehangen, toch? Juist. Huh? En die gaan we nu weer hier ophangen om te kijken of de poelenpataten gefilmd kunnen worden en geplaatst kunnen worden op de website van Ruurlo Vandaag natuurlijk. Ja. We gaan het... Maar hoe doen we dat op Ruurlo Vandaag? Dan komt er een apart... Ja, er komt weer een knop op de fel licht. Ja? Op de voorpagina, de voorpagina van Ruurlo Vandaag zal er een fotootje komen. En als je erop klikt, dan zal daar een livestream... Wat is een livestream? Vertel dat eens tegen onze... Dat is een live beeld van de... Poelenpataten, hoe zij op dat moment wat ze aan het doen zijn. Okay. Ze uit het ei komen. En zullen we eens eventjes... Maar dat uit het ei komen, dat kon dus niet. Hè? Want die deksel moest... Ik zal even een beeld maken van die broeddoos. Weet je, dat kon dus niet. Hè? Want daar kon je geen camera boven hangen. Dus het gaat erom die er al uit het... Oh, je bent daar. Ja. Die er al uit het ei zijn gekomen. Toch? Ja. Kijk, en die hebben vanmiddag hebben ze er ingezet. Ja, dit is, het is niet meer de kraamkamer, maar het is de, hoe noem je het eigenlijk? Het is het verblijf, hè? Het verblijf. Om groot te worden. Lekker. En weet je wat het aardige is? We weten niet van die donkerkleurige, of die veldgrijs worden of grijs, maar... Bijzonder is wel dat de een in ieder geval wit is. En met die poelenpataten, dat heb ik van die poelenpatatenkenners gehoord, is wit is wel een uitzondering. Misschien maar 1 op de 10 is wit. Kijk, ik kan even de camera erboven halen. Oké. We hebben trouwens op Ruurlo Vandaag net een bericht gezet dat... mensen onze favoriete poelenpataat een naam kunnen geven. En dan gaan we uit van deze witte. Toch? Oké. Ondertussen, dit zijn de 8. Als jij even die deksel toch wil optillen. Dan gaan we even kijken hoeveel er nog... Dat moet ik toch even bijschijnen met mijn zaklantaarn. Kijk. Hier zijn er nog 2. Die aan het uitkomen zijn. Zie je? Je ziet de veertjes of de pootjes of ze proberen het in ieder geval. Huh? Deze 4, dat weten we nog niet. Maar die laten we gauw in de broedmachine achter om warm te worden. En dan in ieder geval die 2 die worden wel geboren. En die gaan dan in deze bak. En boven deze bak, ze bevoeren water. Daar komt de webcam te hangen. We gaan proberen. We weten niet of het lukt natuurlijk. Want er moet ook een internetverbinding komen. Toch? Ja. Ja. Oké. Nou, later meer. Later meer.